De derde supermarkt in het dorpscentrum van Wijchen komt terug. De raad heeft zich daar duidelijk over uitgesproken in een door de gehele raad gedragen amendement. Daardoor komt er definitief geen nieuwe supermarkt op het parkeerterrein van het Europaplein of van de Bolster. In het centrum van Wijchen zijn nog maar twee supermarkten sinds dat het pand van de Jan Linders in 2013 leeg kwam te staan. De exacte locatie voor de derde supermarkt is nog niet bekend. Gisteravond heeft de raad van Wijchen besloten dat er wel ruimte is voor een extra supermarkt in Wijchen. Maar dat die supermarkt dan in het kernwinkelgebied moet komen. En dus niet dat er nieuw gebouwd mag worden net buiten het kernwinkelgebied zoals het college eigenlijk wilde. Nou, wij zijn erg blij dat de voltallige raad dit besluit nu heeft tegengehouden. We waren best geschrokken van de snelheid waarmee het college nu in één keer wilde gaan bouwen net buiten het centrum. Wijchen Centrum doet het op zich nog heel goed. We hebben weinig leegstand. Dus moet je de bezoekers ook vooral in het kernwinkelgebied houden. En ze niet daar net buiten naartoe gaan trekken. Dus door een supermarkt net buiten het centrum te realiseren. De geëikte locatie zou zijn het oude Jan Linderspand. Daar heeft altijd een supermarkt gezeten en dat staat al lang leeg. Maar wat ons betreft mag het overal. Als ik de winkeliers hier in het dorp mag geloven, dan zijn zij er klaar voor om de onderhandelingen weer te starten met een aantal geïnteresseerde winkels, winkelketens. Dus ja, ik hoop dat we heel snel weer een extra supermarkt in het dorp mogen verwelkomen.